neemt het schot en dan raken driepunter. Ryan Logan. Mensen hier in, bij de wedstrijd aanwezig. Zo, mooi, goede actie van Logan. Keurig, Dorsen. Gewoon even wachten totdat die luchtmacht overvliegt. Oeh, dat is te makkelijk, hè? Zo, hij staat helemaal vrij onder de basket om hem af te maken. Ja, de score wordt geteld. De fout is van Marcus Addison. Zo, Dorsen geeft een enorme beuk aan Nwobo, maar niemand wordt er anders van. Nou, verdedigen natuurlijk was er even blubber bij Donar. Makonda stond helemaal vrij, maar hij deed het zelf, Pruitt. En wel een driepunter raak. Oh, 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 ja, dan krijg je direct een sportieve fout eroverheen. Gavin. Sportieve fout voor Jimmy Gavin. Kijk, hier draait. Oeh, ja, dat was wel een fout ook trouwens van Pruitt. Ja, dan ben je een beetje geïrriteerd. Brock. Zo. Zo. Zo, Brock tegen Brandwijk. Zo, weer zo'n ver afstandsschot van Pruitt, Nigel Pruitt. Ja, tuurlijk, waarom niet? Als je het in de vingers hebt, blijven schieten. Nou ja, goed hoor. Oh, die valt er wel even heel vervelend, Brock. En gaat daar enorm door zijn enkel, lijkt wel. Nee, sorry. Baseline natuurlijk. We zijn nog niet in de teamfouten aanbeland. En Logan weer met een driepunter. Zonder succes. Oelala, aan de andere kant wel een driepunter weer om de oren voor Brock. Brock zelf weer. Nou, daar kun je alleen maar respect voor hebben. Oh man, als dat soort ballen raak gaan. De laatste 10 minuten van deze eerste van best of 3. Makonda. Cooper, zelf het schot. En ook weer raak. 13 punten Cooper. Oh, Leon Williams. Zo de bal recht in de handen van Pruitt. Dan kun je hem ook gewoon geven. Martini Plaza zo doen. Oh, met veel schoten. Oh, Makonda weer. Oelala, twee punten erbij. Gewoon goed hoor. Oh, oh, oh. Weer recht in de handen. Zo, omdraai schieten. Boom, raak. Lekker als je dat kan hoor. En het vertrouwen hebt door het gewoon te doen. Dat is dan zo'n moment dat je het voordeel van de twijfel hebt. Hè? Zo'n bal die twijfelt, ga ik wel of niet door de ring.